Mijn naam is Annemieke de Jong. Ik ben hier namens FNV Vrouw, namens het project Beter Armoedebeleid voor Vrouwen. Ik sta hier samen met Jamina. Wij komen aanbevelingen overhandigen aan de wethouder van Sociale Zaken ten behoeve van een beter armoedebeleid voor vrouwen. En waarom nou specifiek voor vrouwen? Dat is omdat uit onderzoek heeft gewezen dat vrouwen de grootste risicogroep vormen op armoede. En dan in het bijzonder alleenstaande moeders. Nou, mijn naam is Jamina Strix. Ik doe het eigenlijk mee omdat ik alleenstaande moeder ben en zo graag naar school wil. En ja, het is eigenlijk geen goede hulp daarvoor. Dus ja, daarom heb ik meegedaan met dit project om mogelijk te kunnen maken. Ja, wat Jamina bedoelt is dat je scholing ook kan zien als een duurzame vorm om een uitkering uit te kunnen stromen. Dus daar hebben we ideeën voor en die zullen we overhandigen. Fijn dat u tijd kon maken voor ons. We willen u graag aanbevelingen overhandigen voor een beter armoedebeleid voor vrouwen. In de afgelopen maanden hebben twee vrijwilligers zoals Jamina en Pamela Visser, die er nu niet bij aanwezig kon zijn door omstandigheden, hebben met verschillende ervaringsdeskundigen gesproken. Ruim 60 vrouwen die woonachtig zijn in de gemeente Nissewaard en zelf met armoede te maken hebben. Of hebben gehad, of met schuldenproblematiek te maken hebben gehad. Ze hebben daaruit geïnventariseerd van nou, wat gaat nou goed en wat kan nou beter. Daar zijn een aantal aanbevelingen uitgekomen die we u willen overhandigen vandaag. En die zal ik kort even toelichten. Een van de aanbevelingen is kindervakantiepaspoort. Er bestaat al zoiets, alleen dat zijn vaak activiteiten voor kinderen met bijvoorbeeld 10% korting. Maar wanneer je elke dag aan het overleven bent en eigenlijk geen cent te makken hebt, dan is die 90% die je zelf moet betalen toch nog wel heel veel. Daarnaast zijn er veel activiteiten buiten Spijkenissen. Wij denken dat dat beter kan en leuker kan. Ook voor de kinderen om leuke uitstapjes te maken en ook lokale ondernemers daarbij te betrekken. Jamina en Pamela hebben gezegd dat willen ze ook echt wel actief in mee gaan denken. Een andere aanbeveling houdt in verbetering van de budgetcursus in de schuldhulpverlening. In de huidige vorm zoals die voorheen was, zeggen de mensen die hem gevolgd hebben van nou, de inhoud kan ook wel ietsje beter. En er was een vrouw die ook had aangegeven, ja, als je dan de cursus hebt gevolgd en de komende 3-4 jaar hoef je niet zelf je geld te beheren, dan heb ik er eigenlijk niet zoveel meer aan. Ik wil graag vlak voor dat ik eruit stroom, wil ik het weer zelf gaan leren en dan is zo'n cursus effectief. Ook daar zijn ideeën over qua de inhoud, dus die hebben ook aangeboden van nou, ook daarin willen we best meedenken. En het andere punt is, dat was vooral het punt van Jamina. Als het gaat om alleenstaande moeders en die weer aan het werk moeten gaan of terug naar school. In het geval van Jamina wil ze heel graag een beroepsdiploma halen. Nou, die weg daar naartoe blijkt dan een studie op zich. Je moet toch uitzoeken waar je dan recht op hebt, hoe je dat allemaal gaat combineren met je kinderen. En ja, eigenlijk ontbreekt er gewoon een goed toeleidingstraject, omdat het voor moeders toch wel een eigen benadering vergt hoe je dat allemaal kan gaan doen. Toch ook met die zorg zit voor de kinderen. En het belangrijkste is eigenlijk dat er gewoon zicht is op, hoe noem je dat, dat ervaringsdeskundigen hun bijdrage kunnen leveren. Dus ons advies vanuit FNV Vrouwen is ook van benut de kennis van ervaringsdeskundigen, geef ze een artikel, laat ze meedenken. Ik kan me voorstellen dat er veel klachten kunnen zijn, maar die kan je juist ook ombuigen tot hele mooie dingen van nou, wat kan je allemaal meer dan wat zou je dan graag willen zien. Nou, zij kunnen de blinde vlekken laten zien. Heb jij er nog iets aan toe te voegen? Misschien vanaf ten aanzien van jouw punt? Nee? Nou, dan gaan we ze hier overhandigen. En dan ontvangt u van ons een exemplaar van de aanbevelingen. Hier staan ze in uitgewerkt. En onze contactgegevens staan op de achterkant. We komen graag helpen met het regelen. Ja, precies. Ja, hartstikke mooi dat jullie zo actief mee willen denken ook. Want wij vinden het ook heel belangrijk juist om ervaringsdeskundigen mee te laten denken over ons beleid. Hè, zodat het een beetje aansluit in de praktijk. Ja. Dus daar zijn we heel blij mee. En goed dat jullie zo in hebben verdiept.
dan kunnen wij daar weer van leren als gemeente. En dan gaan we elkaar denk ik nog wel zien ook in dit verband. Zou mooi zijn. Dus ja, fantastisch. Mooi. Ja. Dank jullie wel. Nou, graag gedaan. Even bedankt.